Hey lieve mensen, hier zijn we dan met ons receptje voor proteïnerepen te maken. Dus als je zelf je eigen proteïnerepen maakt, weet je van jezelf wat dat erin zit. Hoe gezond dat ze zijn en voedzaam. En het is heel gemakkelijk. Ik ga jullie eventjes laten zien hoe dat je een van mijn favoriete proteïnerepen kunt maken. Wat heb je hiervoor nodig? Havermout. Dus heel veel receptjes dat we gaan maken is met havermout. Ook een basis. Het bestanddeel is Griekse yoghurt, magere Griekse yoghurt hiervoor natuurlijk. Hoe minder calorieën, hoe beter. Er zitten ook veel eiwitten in. Over eiwitten gesproken natuurlijk, proteïnepoeder. Ik gebruik voor dit receptje vanilleproteïnepoeder. Je kan ook andere receptjes maken met chocoladeproteïnepoeder en zo aan eigenlijk. Maar vanilleproteïnepoeder vind ik heel lekkere basis eigenlijk voor neutrale smaak te creëren in een bepaald koekje of reep. Wat dat we erbij doen natuurlijk voor extra gezonde vruchten, dadels. En ik gebruik hiervoor ook een beetje abrikozen. Een banaan, heel veel natuurlijke suikers, heel lekker en voedzaam. Hoe rijper hoe beter, dus deze is al een beetje verkleurd, dat betekent dat hem veel zoeter is dan een groene. Om toch een beetje het gevoel te krijgen dat we lekker aan het snoepen zijn, een klein beetje chocolade. Je kunt zo van die chocoladekorrels kopen, maar ik gebruik gewoon pure zwarte chocolade en ik snij die in stukjes. Je kunt er ook natuurlijk een beetje smaak bij toevoegen. Een beetje kaneel is altijd lekker. En als toppings gebruik ik bijvoorbeeld hiervoor gebruik ik hiervoor walnootjes eigenlijk. Ik vermaal die en dan gebruik ik die als toppings. Soms gebruik ik ook zaden, bijvoorbeeld pompoenzaad of andere zaden, bijvoorbeeld chiazaad en zo. Allemaal heel lekker als toppings. Keuze is aan jullie. Vruchten, rozijntjes en al kunnen ook vermaald worden en erop gelegd worden. Een bakvorm natuurlijk. Ik gebruik hiervoor een bakvorm voor brood en cake en zo. En bakpapier dat het er natuurlijk niet aan plakt. Oké, here we go. Zo lieve mensen. Nu heb ik al mijn ingrediënten al klaargezet voor het gemak. Waar beginnen we mee? Dus ik heb hier een kom. Ik doe er de havermout bij. Dat is 60 gram havermout afgewogen. Dat zijn dus de droge ingrediënten. Wat is ook nog droog? Natuurlijk proteïnepoeder. Van proteïnepoeder heb ik 75 gram afgewogen. Dan gaan we een keer roeren ze. Ik kan bij de gedroge ingrediënten eventueel een beetje zout bij doen. Ja, eerst en vooral ga ik voor de toppings, dus mijn walnoten een keer vermalen. Dus ik gebruik hiervoor een hakmolen. Dus eventjes grinden. Ziet er goed uit. Dus dat is voor straks als topping te gebruiken. Wat je kan doen is een balletje maken van de dadels. Dus dat is 120 gram dadels. Die moet je vermalen totdat je een bolletje krijgt. Zo, je hebt een balletje gekregen van dadels. Dat kan je bij de droge ingrediënten doen. Goed, dat zijn de dadels. Dan doe ik er eigenlijk nog 60 gram abrikozen bij. Dat geeft echt een heel lekkere fruitige smaak aan de proteïnerepen. Die gaan we dan ook terug vermalen. Ziezo.
toevoegen aan de bowl. Nu qua natte ingrediënten, je hebt er eigenlijk niet zoveel, wat ik eigenlijk altijd doe. Ik heb dus mijn banaan. Ben ik een aap of ben ik een mens? Een mens die doet dat zo, een aap doet dat altijd zo. Ja. Ze noemen mij vaak een aap, dus doe het gelijk een aap. Natuurlijk, puntje. Het is vaak iets waar dat de insecten hun eitjes in kunnen leggen, dus dat snijden wij er altijd af. Dus gewoon banaan in de bowl. Hup. Zo. En dan doe ik er eigenlijk al de Griekse yoghurt bij. Dus dat was één banaan en qua Griekse yoghurt zitten we met 120 gram Griekse yoghurt. Dus dat gaat over maal totdat dat een beetje een pap wordt eigenlijk. Hè. Oké, dat ziet er al goed uit. Ik ga hier een beetje kaneel bij doen, een beetje smaak te krijgen. Dus een beetje kaneel erbij gedaan. Ziezo. Ik ga de chocoladestukjes, ik heb hier eigenlijk 30 gram chocoladestukjes, dus dat is eigenlijk één blokje eigenlijk, in kleine stukjes gedaan. Dat is altijd een lekkere bite voor een proteïnereep. Zo voeg je ook niet te veel calorieën bij, maar dan heb je toch wel een lekkere chocoladesmaak erbij gekregen. Dus de banaan met kaneel en Griekse yoghurt bij de rest. En nu alles samen mengen. Ziezo. Nu nemen we onze bakvorm met bakpapier. Zo. Waarom bakpapier? Te voorkomen dat het er natuurlijk niet in plakte. Het trucje dat je kan doen om te zorgen dat de vorm een beetje goed blijft, dat is je bakpapier gewoon eerst een keer goed door elkaar rollen. Een goed trucje om te voorkomen dat die bakpapier niet altijd naar boven komt, als eventjes eigenlijk van op de frigo een magneetje pakken. En ja, je pakt het gewoon er eventjes tegen. Zo. Nu je bakvorm vullen natuurlijk. Ziezo. En nu de toppings. Dus ik gebruik hiervoor een beetje walnoten. Gezien ik heb er eigenlijk al te veel gemalen. Dus gewoon een beetje erover doen. En je kan dus zaden gebruiken bijvoorbeeld of wat je maar lekker vindt. Een beetje
aanduwen, dat het er toch een beetje kan inplakken. Zoals je kunt zien, ik heb de walnoten er goed op gezet. Mijn hand is niet vochtig. Natuurlijk de magneetjes eraf halen voordat je ze in de oven doet. Ziezo, we zijn klaar met de voorbereiding. Dus nu mogen de reepjes in de oven. In een voorverwarmde oven van 180 graden voor 30 minuutjes. Ja, we zijn nu 30 minuutjes later. Dus ik kan zien als ze klaar zijn. Ja, dat ziet er al goed uit. Nu een beetje afkoelen en straks een keer proeven. Hè. Goedemorgen. Ja, de dag beginnen met een heerlijk bakje zwarte koffie. Meer moet dan niet zijn. Oh ja. De proteïnerepen. Ja, gisteren met later gestaan, dan niet gegeten, maar dan is het een beetje te laat voor nog een proteïnereep te eten. Dat is beter voor als 4 uurtje of als je een hongertje hebt overdag. Ik heb ondertussen een keer uitgerekend. Het komt eigenlijk op zo'n paar 1635 calorieën ongeveer. Dus ga ik er hem straks in stukjes doen en een keer proeven hoe lekker dat hem is. Hè. Dus... ...1635 calorieën. Al een keer in stukjes snijden en een keer proeven. Hè. Ziezeuze, het zijn 9 stukjes. Als je een beetje gelijker verdeelt, dan kun je er wel 10 stukjes van maken. Dus per reepje ongeveer een 160 à 190 calorieën. Dus minder ook dan zo voor verpakte reep. En heel natuurlijk. Dus je kan zien van binnen lekker stukje chocolade. Wauw, ik heb proeven ze. Nou, de textuur is perfect. Dat fruitig, een beetje chocolade. En dan die havermout erbij. Sorry. Overheerlijk gewoon. Zeker met een bakje koffie voor 's morgens de dag mee te beginnen. Dus ja, hopelijk vonden jullie de video leuk. Het was mijn eerste video van een receptje dat ik gemaakt heb. Volgende keer ga ik nog zoiets van een lekker gebak maken of zo. Ik zie wel. En daarachter ga ik een keer een maaltijd maken. Ik heb al gehoord dat er mensen geïnteresseerd zijn om de patties te maken. Dus met zo min mogelijk calorieën. Als jullie de video leuk vinden, geef het alvast een like. En ik hoop dat jullie de proteïnerepen even lekker gaan vinden als mij. Dan zien we elkaar de volgende keer op mijn kanaal. Tot zo en bedankt voor het kijken. Ciao!